Nou, beste kijkers van PIM, we hebben hier genoten vanmiddag van allerlei activiteiten rondom het afscheid van dirigent van het Marker Mannenkoor, Jan van Altena. Die staat hier aan de ene kant en die heeft het stokje overgedragen aan Jan Perenboom aan deze kant. Nou, ik begin even met u. U heeft 40 jaar hier voor het koor gestaan, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Ja, kunt u nou, als u terugkijkt naar die 40 jaar, een aantal hoogtepunten noemen? Ja, voor mij was ieder concert wel een hoogtepunt, maar ja, de concoursen en vooral als je een prijs won, dat zijn wel echt hoogtepunten. Hè? En dan het feest wat daarna losbarstte. Ja, precies. Want de gezelligheid heeft ook wel een belangrijke toon gevormd, hè? Ja, eerst was iedereen gespannen natuurlijk. Dan kreeg je dat, dan werd je beoordeeld door de jury. En als je dan bijvoorbeeld de eerste prijs had, ja, dan viel alle spanning weg. Zijn het concours hier in Nederland of ook in het buitenland geweest? Nee, in Nederland hoor. Ja. En kunt u een belangrijkste prijs noemen? Dat was in... Waar was dat, Jan? In Adel-Lixter. Dat was... toen wonnen we zo'n grote bel. Dat hadden we de eerste prijs in dat Bundendijk, hè? Ja. Oké. Okay. Geweldig, hè? Maar één keer geweest, hè? Oh, okay. Wie waren uw grootste concurrenten dan? Nou, dat weet ik niet meer, maar er was ook een koor uit, dat kan ik me niet meer herinneren. Maar die wonnen dus ook een eerste prijs, maar met minder punten. En als u nou kijkt naar het repertoire wat u gezongen heeft of gedirigeerd heeft, wie zocht dat uit? Was u dat of heeft u dat in samenwerking met de mannen gedaan? In het begin was ik wel degene die het uitzocht, maar later niet meer. Later deden we het samen met het bestuur. Dan, kijk, wij zongen ook vaak in kerkdiensten. Ja. En als je dan wil dat de gemeente meezingt, dan mag het niet hoog zijn. De mannenkoor is altijd heel hoog. Hè? De eerste tenoren zingen altijd heel hoog. Dan kan de gemeente niet meedoen. Nee. Dus dan moest ik dat omzetten, dat een lagere stem, bijvoorbeeld de bariton, de melodie had. Dan kon de gemeente meedoen. En dan, dan ging dat prima. Ja. Oké. En waarom bent u eigenlijk gestopt? Ja... 40 jaar. Ik had me ten doel gesteld, als ik 40 jaar dirigent ben, dan word ik 75 en dan schijk ik eruit. Okay. Heb ik 2 jaar geleden al gezegd door tegen bestuur. Okay. Ja, dus al wel tijd genoeg om iemand anders te vinden? Denk het wel, ja. Okay. Maar u blijft meezingen met het koor? Als ik mag. Als ik mag. Okay. Ik heb nou geen zeggenschap meer. Nee. Nou, ik ga het eventjes vragen. Ik wil nog één ding zeggen. Ja? Mijn stem is niet meer wat er geweest is. Okay. Hoe komt dat? Ja, ik heb te veel oefend met alle partijen. Ook met ogen stemmen. Ja, ja. En ik begon met bas zingen. Dat is ook mijn grote passie, bas zingen. Ja. Maar ik voeg niet veel meer toe. Okay. Kun je stem al verslijten niet? Nou, ze verslijten niet. Het komt misschien nog wel weer goed. Ja. Maar dan moet ik rust neemt. Ja, dan moet ik dus bij me in het lage register blijven zingen. Okay. En als daar het repertoire op aangepast wordt, dan moet dat kunnen, toch? Nou ja, een tweede bas zingt altijd laag. Het is vierstemmig, hè? Ja, ja. Daar staat er, vroeger zong die eerste tenor, dat is precies het andere uiterste. Okay. Twee extremen heb je, twee de bas en eerste tenor. De hoge en de lage. Ja. Nou, ik ga even naar deze kant. De andere Jan, gefeliciteerd met de nieuwe functie. Dankjewel. En gaat u dingen veranderen? Nou, dingen veranderen, ik hoef niet zoveel te veranderen. Kijk, ik ken die mannen natuurlijk al een tijdje. Hoe lang zingt u mee? Nou, ik ben er een tijdje dus uit geweest omdat ik natuurlijk druk had met andere functies. Ja. Ik heb natuurlijk ook net voorgesteld dat ik voorzitter was van de SV Marken. Maar voor de kijkers, de voetbalvereniging. Ja. Dat is de voetbalvereniging, klopt. Dus ik ken die mannen wel een tijdje, maar ik heb natuurlijk wel ruim 25 jaar gezongen in het koor. Dus ik heb al die hoogtepunten die Jan al noemde, heb ik wel deels meegemaakt. Dus ik ken ze wel. Nou, veranderen, ik hoef niet zoveel te veranderen. Kijk, er is natuurlijk wel een verandering dat donderdagavond het repeteren is eruit. Ja. Dus wij gaan nu wat dat betreft op zondag gaan wij groepsrepetities veel doen. Dat bevalt die mannen prima. Ja, en dat was eerst bij Klaas Zeeman thuis, maar waar gaat het nu dan? Gewoon in het Trefpunt zelf, waar wij oefenen op zondag. Ja. Ik hou wel een beetje van discipline. Dus op tijd beginnen en dan kunnen we ook weer op tijd stoppen. Ja. Dat gaat bij die mannen nog wel eens, dan komen ze wel eens om 11:15 binnen, maar we moeten er echt om 12:00 beginnen. Ja. Dus een beetje discipline hou ik wel. Maar voor de rest ben ik een onderdeel van. Ik sta er graag tussenin en zeker niet erboven. Nou ja, we hadden het net al hoorden we over disciplinaire maatregelen. Hè, voor die jongetjes als ze een kaart hadden dat ze bij het koor konden komen. Maar dat kan natuurlijk andersom. Als je te laat bent dat je een taakje hebt in de kantine van de Marker voetbalclub. Nou goed, we hebben bij leden natuurlijk bij SV Marker. We hebben 293 leden. Dus die weten wel, die doen al een hoop vrijwillig. Ja.
En ik hoef het koor niet te zeggen dat ze naar de SV Markt moeten komen. En het zijn trouwens geen disciplinaire maatregelen. Disciplinaire. Dus het is gewoon, ja, we moeten op een gegeven moment zou je wel eens wat in moeten grijpen. Omdat ze onnodig, en dan relateer ik het even naar de voetbal, onnodig gele of rode kaarten pakken. Maar goed, het was natuurlijk als een schijntje bedoeld. Maar het was wel, het is een idee. Ja, ik vond het wel grappig net. Ja.